Ja, we staan hier na de wedstrijd Hoogstraten-Antwerp bij de trainer van Hoogstraten, Ken Bastin. Die naam zegt ons heel wat, wij van Antwerp. Want ja, vertel het zelf maar, Ken. Jij komt echt uit een Antwerp-familie, hè? Ja, we zijn momenteel denk ik 103 jaar bij de club betrokken. Dus dagelijks, 103 jaar. Ik denk dat dat niet veel gaat voorkomen in andere voetbalclubs. Ik denk zelfs niet over heel de wereld. Dus, en daar zijn we ook heel fier en heel trots op dat wij mensen van Antwerp zijn. Je was bij de heenwedstrijd op Antwerp, was je nog T2 onder Reggie van Akker. Nu ben je T1 van Hoogstraten en versla je Antwerp. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt uiteraard enorm goed. Ik blijf altijd supporter nummer 1 van stam nummer 1, zeker en vast. Maar vandaag ben ik werkzaam in Hoogstraten. Na het opstappen van mijn Reggie van Akker een week of 5 geleden naar Vigoram. Vroeg men mij om nog 5 weken eigenlijk de hoofdtrainer te zijn. Dat is natuurlijk een fantastische kans die je krijgt in de Tweede Nationale. En we hebben dat eigenlijk vrij goed gedaan. We hebben de laatste 3 wedstrijden 9-9 gehad. En dan vandaag de apotheose tegen mijn club eigenlijk. Hè. Dus maar fantastisch. Fantastisch gevoel. Ja, je zegt zelf 9-9 gehaald, maar je staat toch wel op een degradatieplaats helaas. Sportief gezien toch. Het is nog onzeker of het tweede of derde klasse wordt. Maar wat wordt het voor Ken Bastin? Zou je blijven? Nee, er is een maand of... Ik had zelf aangegeven, net na de kerstperiode, dat ik sowieso terug iets lager wou actief zijn als hoofdtrainer. Nu ja, dit smaakt natuurlijk nog naar veel meer uiteraard. Maar ik heb ondertussen een akkoord bereikt met Sint-Job, waar ik zelf ook woon. Momenteel nog actief in Vierde Nationale. Dus ik hoop dat ze nog kunnen vasthouden. En dan ga ik daar een nieuwe avontuur tegemoet. En we zien wel wat de toekomst brengt. Is het jouw ultieme droom om bij Antwerpen trainer te worden? Ja. Als je Bastin hebt, dan kan dat niet anders dan dat je op Antwerpen wilt trainen. Maar... Ja, we moeten er realistisch in zijn. Als ik ooit eens een keer op Antwerp kan komen, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Wij zijn rood-wit, wij leven weer rood-wit. Maar er zijn andere constructies momenteel, dus daar komen wij op dit moment niet aan te pas. Dus geen enkel probleem, ik doe mijn best in lagere afdelingen, zeker en vast.